Ja, goedemorgen. Daar zijn we weer bij de 13e webinar van Rapid Circle. Al 2 weken lang geven wij, 2,5 week lang geven wij elke ochtend een webinar over thuiswerken. Ik zal even kijken of ik het beeld iets beter kan maken. Ben ik goed te verstaan? Ben ik goed te zien? Goedemorgen. Ja, dus volgens mij wel. Ja, prima. Oké, mooi. Ik wacht nog even twee, drie minuutjes. Zodat andere mensen ook binnen kunnen komen. En ondertussen moet ik nog heel even een klein dingetje klaarzetten in het systeem. En met mijn computer, dus ik moet even opnieuw opstarten. Kom allemaal rustig even binnen. Dan ben ik er over een minuut ben ik helemaal voor jullie. Ook even kijken of andere mensen mij ook goed kunnen verstaan en kunnen horen. Kijken in de chat hoe het gaat. Ja, prima te horen. Goedemorgen. Oké, fijn. Goed te zien en te verstaan. Oké, er komen al best wel wat mensen binnen. Dat is fijn. Ik wacht nog heel eventjes. En ik wil nog even één klein dingetje klaarzetten en dan zijn we er klaar voor. Ja, cool. Ondertussen staat de handout staat in de handout sessie. Ik denk dat dat rechtsboven is. Voor mij staat de handout die je kan downloaden. Dus als je die wil hebben, dan kan je hem daar alvast halen. Zoals altijd wordt de webinar opgenomen. Je kan hem laten terugkijken of doorsturen naar collega's als dat interessant is. Oké, perfect. Nou, ja. Ik denk dat het is 3 over. Er zijn best wel wat deelnemers. Ik zal even kijken. Ook alweer wat nieuwe en weer een aantal bekende gezichten. Oké, mooi. Nou, we gaan beginnen en we gaan het vandaag hebben over... ik zie dat Hans van der Meer nog tussen staat. Ik heb deze slide hergebruikt. We gaan het vandaag hebben over waarom dit het moment is om werkelijk weer echt goed in te gaan richten. Vandaag ben ik helemaal alleen, dus ik heb normaal gesproken afgelopen weken ben ik elke keer host geweest. Dus elke keer... zat ik hier samen met een collega of vorige week een keertje met Hans van der Meer van Microsoft. En vandaag geef ik hem helemaal alleen. Dus ik zal proberen om en mijn focus te hebben op de zaal. Oh. En mijn focus te hebben op de chat. Mijn laptop gleed onderuit, excuus daarvoor. Ik zie veel bekende gezichten. Ik zie ook een aantal nieuwe namen. Dus heel even kort wie wij zijn en wat wij doen. Ik ben Freek Terpstra, business consultant bij Rapid Circle. En ik verzorg al 2,5 week de webinars. Maar dat is niet mijn dagelijks werk. Normaal gesproken ben ik business consultant. En dat betekent dat ik organisaties help om naar de cloud te gaan. En dan niet het technische gedeelte, maar vooral meer de hoe pak je dat aan als organisatie. En waar hou je rekening mee? En dus eigenlijk ophalen wat wil je bereiken. Wij zijn Rapid Circle. We zijn 200 man groot. We zitten in Nederland, in Pune in India en naar Melbourne in Australië. We zijn Worldwide Microsoft Partner of the Year. We zijn op 6 verschillende gebieden Microsoft Gold Partner. We zijn een belangrijk onderdeel van het Fast Track netwerk, waardoor we meer resources krijgen vanuit Microsoft en ook organisaties kunnen helpen met migraties vanuit het Fast Track netwerk. En we zijn een snel groeiend bedrijf en daar zijn we al 2 jaar op rij genomineerd voor de FD Gazelle. Krijg je een beetje een indruk daarvan. Wij helpen organisaties met het onboarden naar de cloud. Dat betekent dus de cloud-omgeving van Microsoft inrichten. Dan heb je het over Azure, Office 365, Intune, Autopilot, dat soort zaken. En het migreren naar die cloud. Dus migreren naar Office 365, migreren naar Azure. Daarnaast beheren we die omgeving ook en optimaliseren wij de cloud, zodat het beter wordt, goedkoper wordt of beter aansluit bij de business. En we innoveren processen en vooral processen voor uw business. Dus dat we hebben al een paar sessies over gehad, over Power Apps en het Power Platform, hoe je processen kan optimaliseren. En daarnaast hebben wij een groot strategie- en adoptieteam,
Die helpt organisaties met de adoptie. Dus hoe maak je nou als organisatie optimaal gebruik van de middelen die de cloud biedt? En hoe zorg je ervoor dat de medewerkers op die manier gaan werken zoals dat het past bij, bij een cloud werkplek? Daar hebben we ook al een paar sessies over gehad en er komen ook weer nieuwe, nieuwe sessies voor. Excuus. We doen dit voor verschillende organisaties. Een groot aantal internationale commerciële bedrijven zoals Shell, Volker Wessels, Nationale Nederlanden, IAC Merwede, Heineken. Maar ook, ook heel veel zorg. We zijn het grootste in de zorg. Bijvoorbeeld al de UMC's van Nederland werken we voor. Zoals Leids Universitair Medisch Centrum, UMC Utrecht, Amsterdam UMC. Maar ook voor zorgorganisaties als Arkin, GGZ Centraal, Parnassia en onderwijsinstellingen zoals HVA en UvA. Even om jullie in beeld te geven. Maar de meesten kennen het verhaal. We gaan het vandaag hebben over werkplekbeheer en waarom dat juist nu belangrijk is. En ik vroeg me af, wat is of was de afgelopen weken voor jouw organisatie de belangrijkste uitdaging op het gebied van werkplekbeheer? Dus ik heb daar een poll voor gemaakt. Het is een beetje experimenteel of dit allemaal lukt en of dit past bij jullie, of jullie je antwoord op kunnen geven. Maar ik ben benieuwd, wat is of was de afgelopen weken voor jouw organisatie de belangrijkste uitdaging? En misschien waren die er niet, dan kan je anders invullen of typ je nee in de chatvenster. Nou, ik zie al reacties binnenkomen. Thuiswerken mogelijk maken, samenwerken vanuit huis. Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Kan je thuis überhaupt inloggen? En kan je thuis echt goed samenwerken? Samen in documenten, kan je goed met elkaar vergaderen? Kan je elkaar makkelijk vinden? Nou, er komen verschillende antwoorden binnen. Zit op 60%. Ik heb één anders. Zou degene die anders heeft ingevuld, als die dat wil, kunnen aangeven wat dat anders is? Misschien is het gewoon wel geen probleem, of misschien een heel specifiek probleem. Nou, het grootste gedeelte is dus echt samenwerken vanuit huis. Nou, dat kan ik me voorstellen, want de meeste webinars van de afgelopen weken gingen over Teams. En die waren ook veruit het populairst. En dat haakt natuurlijk heel erg aan op die vraag. Dan heb ik nog een vraag. Hoe werken mensen thuis? En dat is vraag 2. Even voor mij, zodat ik een beetje een beeld krijg hoe jullie werken. En ik heb geprobeerd om daar een beetje een logische categorie in te maken. Maar hij helpt mij als mij dat niet gelukt is. Dus hoe kunnen mensen in jouw organisatie vanuit huis werken? Werken ze op een device van de organisatie met bijvoorbeeld een Citrix of een VMware of een andere aanbieder? Werken ze op een device van de organisatie, maar dan alles lokaal, zoals ik eigenlijk werk. Ik heb alles gewoon op mijn computer staan. Werken mensen op eigen computers en daarop op Citrix of VMware? Of werken mensen op eigen computers en dan alles lokaal? Dus ik ben wel benieuwd. Tot nu toe is organisatiedevice met Citrix VMware veruit favoriet. En er zijn er ook al een paar die bring your own device hebben. Ik kan me natuurlijk voorstellen dat je zegt, ja, we hebben alle vier de scenario's. Dat kan dit programma helaas niet aan. Dus kies dan degene die het meest relevant is. En één anders. We zitten nu op ongeveer de helft van de antwoorden. Ik wacht nog heel even. Ja, dan komen er nog een paar bij met organisatiedevice met Citrix VMware. Dus ik zie dat er nog niet lokaal gewerkt wordt. Dat is wel interessant. En dan hebben twee mensen anders ingevuld. Dus mocht je organisatie, anders zegt organisatie, device in de cloud met SaaS-applicaties. Ja, precies. Precies. Ja, die schaar ik dan even onder categorie 2, organisatie, device, alles lokaal. Ja, organisatie, device in de cloud met SaaS-applicaties. Als andere mensen dat ook hebben, zet er dan even ja onder. Ik vind dat wel interessant om te weten, want dat is inderdaad waar we het vandaag ook grotendeels over gaan hebben. Oké. Kijk wat er nog meer. Heeft iedereen de handout gevonden? Die heb ik nog niet gedeeld, zie ik. Excuus. Moet ik dan nog even delen. Share now. Dat had ik hem al had klaargezet. Dus bij deze nu, ja, kijk, hij wordt nu meteen gedownload al mas. Hij staat nu online, dus je kunt hem nu downloaden. Excuus.
Ondertussen komen nog een paar andere deelnemers erbij. Welkom als je wat later bent ingehaakt, geen probleem. Mooi, nou dan gaan we verder. We gaan dus vandaag hebben over de werkplek. En waarom is dit nou zo relevant? We hebben het al 2,5 weken over thuiswerken. En je merkt dat gewoon op IT-organisaties gewoon best wel veel impact heeft. En op de organisaties zelf ook natuurlijk. En we hebben daar veel gesprek over met klanten. En wat wij veel horen is organisaties zeggen, ja, ineens werkt iedereen thuis. Dus ineens moeten heel veel mensen vanuit huis werken. En dat moeten wij mogelijk maken als organisatie. Nou, net zoals in de opmerkingen die je net zag in de poll. Wat heel veel organisaties doen is Citrix of VMware of een vergelijkbare beschikbaar stellen. En dat je daar vanuit huis uit kan inloggen. Maar dan merk je eigenlijk dat wat wij horen van organisaties, dat de resources opraken. Dus dat, dat de infrastructuur dat eigenlijk niet aan kan. Dat zoveel mensen tegelijkertijd vanuit huis werken. Hè, door de internetverbinding of door de hardware die er nodig is. De servers die daarvoor nodig zijn. We horen zelfs organisaties die zeggen, zoveel thuiswerkplekken hebben wij niet eens. We hebben niet zoveel laptops die we mee kunnen geven aan medewerkers. Daarnaast, en dat zag je ook in de poll, zeggen veel mensen, organisaties, hè, we hebben tooling nodig om dat samenwerken mogelijk te kunnen maken. Dus daarom wordt Teams versneld uitgerold. En belangrijk in het hele verhaal is de snelheid van time to market. Dus dat je heel snel dit beschikbaar kan stellen aan de organisatie. Want je hebt gewoon niet meer de tijd om om hier heel lang over na te denken. Waarbij we normaal gesproken projecten doen van een paar maanden tijd, waarin we zo'n thuiswerkplek helemaal inrichten. Zie je nu dat we dat soms in een paar dagen tijd er doorheen krijgen. En dat er ineens heel snel en gemakkelijk keuzes gemaakt worden. En dat, dat alles veel, veel makkelijker verloopt. Maar dat heeft natuurlijk ook risico, daar hebben we het ook vaak over gehad. En eigenlijk zie je dus dat er ook een beetje een verschuiving is van de type werkplekken, hoe die gebruikt worden. Dus. En bij veel organisaties zie je, er zijn natuurlijk verschillende organisaties, maar als ik kijk bijvoorbeeld naar een aantal zorgorganisaties waar ik veel mee werk, dan zie je dat voor de corona bijvoorbeeld, voordat we allemaal massaal thuis moesten werken, dat heel veel mensen gebruik maakten van een flexwerkplek, die staat rechts onderin. En een flexwerkplek is een plek, bijvoorbeeld een thin client waar mensen op inloggen. Iedereen kan erop inloggen, krijgt zijn eigen sessie te zien vanuit bijvoorbeeld Citrix of VMware en kan vanuit daaruit werken. En eventueel maken ze gebruik van een iPhone of een Android-telefoon om aan een mail te werken of andere zaken te doen. En daarnaast zijn er natuurlijk specifieke werkplekken. Dat verschilt een beetje per organisatie. Bijvoorbeeld een ziekenhuis heeft bijvoorbeeld een follow-you-computer, een COW, een computer on wheels, waar artsen en verpleegkundigen mee werken. Je hebt in een ziekenhuis ook bijvoorbeeld research-werkplek, die staat helemaal links. Die zijn heel erg specifiek, heel erg ingericht om een bepaald onderzoek goed te kunnen doen. Maar in elke organisatie heb je ook heel vaak fixed werkplekken. Dus echt een vaste computer, vaste werkplek waar iemand altijd achter zit. Secretaresses zijn dat vaak, maar back-office of kantoorpersoneel werkt er vaak op. Je hebt ook werkplekken die heel erg procesgedreven zijn. Helemaal onderaan staat hier, dus die ondersteunen echt een heel belangrijk proces. En hier hebben we vaak ook hele specifieke tooling erop staan en misschien ook wel specifieke hardware eraan aangekoppeld. Dus je hebt verschillende werkplekken waarop mensen werken. Maar je merkt nu dus dat er allemaal als heel veel mensen thuis moeten gaan werken, dat er een verschuiving is, dat je eigenlijk veel groter gedeelte ziet voor mensen die eigenlijk een vaste werkplek hebben. Dus dat is vanuit huis uit werken of een vaste werkplek van werk, dus eigenlijk telework, wat je linksboven ziet. En bring your own device, dat mensen gaan proberen om via hun eigen computers te kunnen inloggen. Ik zag die nog niet heel veel terugkomen in de poll, dat vond ik dan wel weer interessant. Ah ja, ik zie wel een aantal inderdaad, bring your own device en dan op Citrix of VMware. Dus dan log je in op je eigen computer, op het bedrijfsnetwerk. Nou, dat zie je veel. En wat je ook heel veel hebt gezien de laatste week, is dat heel veel mensen, heel veel organisaties versneld Teams zijn gaan uitrollen. En dan niet Teams zomaar, maar Teams heel snel. We hebben daar eerder over gehad in het Teams Emergency Deployment, waarin we gecontroleerd in een paar snelle stappen Teams hebben geïmplementeerd voor verschillende organisaties. Mocht je daarin geïnteresseerd zijn en redelijk nieuw zijn, hè, want elke dag komen er weer nieuwe mensen bij die naar deze webinar kijken, kijk dan onze eerste webinar even terug. Dat is te zien op onze website bij rapidcircle.com/webinars. En dan de eerste webinar is helemaal gegaan over Teams. En als je kijkt naar het implementeren van Teams, dan zijn daar verschillende uitgangspunten waar rekening mee gehouden diende te worden. Ja, dat is, heb je Exchange wel of niet al online staan in de cloud of op zijn minst hybride staan. Dus er waren organisaties die hebben Exchange
Niet in de cloud, maar on-premise. Dat heeft beperkingen, geeft beperkingen aan hoe je Teams kan gebruiken. Je hebt organisaties die Exchange hybride hebben, of helemaal online. Nou ja, dan kan je alweer wat meer. Je hebt organisaties die werken binnen een VDI-omgeving. Nou, dat is ook grotendeels hier het geval, zie ik in de resultaten. Dan moet je dus ook goed na gaan denken in plannen, hoe kan je binnen zo'n VDI-omgeving gebruik maken van Teams. Dat is mogelijk, hè. Binnen Citrix zeker kan je Teams goed beschikbaar maken, ook met beeld en video. Alleen ja, dat ligt er wel aan hoe je dat inricht, maar ook op welke devices je dat gebruikt en hoe je dat configureert. En je hebt dus veel organisaties die nu bijna noodgedwongen naar een bring your own device werkplek gaan, waarbij medewerkers dus op hun eigen laptops of eigen computers kunnen werken aan werkgerelateerde zaken. Nou, als je kijkt naar Teams, beginnen nu veel organisaties met verkleinde scope uitrollen. Dus voornamelijk de communicatieonderdelen, dus online vergaderen, schermdelen, chat, online bellen en notificaties. En staan nu heel veel organisaties nu een beetje aan de vooravond van het verder uitrollen van Teams. Dus het kunnen samenwerken en delen aan documenten, delen en opslaan. Het werken in Teams groepen, bijvoorbeeld ook met werken in OneNote en meetings in kunnen plannen. Maar ook andere tools zoals Wiki en Planner en andere tooling die Teams biedt. En een vervolgstap, en daar hebben we ook al een paar webinars over gehad, is echt het proces- en workflow-optimalisatie. Dus echt met Power Apps en het hele Power Platform ervoor zorgen dat je Teams zo inricht dat heel veel zaken geautomatiseerd worden en dat je echt waarde haalt uit de mogelijkheden. Dus eigenlijk zitten de veel organisaties nu een beetje op het punt dat ze een sprong wagen naar de volledige cloud werkplek en echt door kunnen gaan pakken naar de... En wat gaan we hierna nog meer doen? We hebben nu tot aan hier hebben we echt het allerhoogst nodige gedaan. Dus we hebben eigenlijk binnen onze huidige infrastructuur, zoals we hem nu altijd al hadden gebruikt, hebben we mogelijkheden toegevoegd waarmee je overal vandaan kan werken en overal aan kan werken. En is dit eigenlijk het moment waarop je zou kunnen doorpakken als organisatie, nu je ook het momentum hebt, dat je verder kan gaan met de implementatie van de volledige werkplek, die echt flexibel is en overal vandaan gebruikt kan worden. Een belangrijk onderdeel daarvan is bijvoorbeeld meer resources gaan gebruiken van Office 365. Dus ik wil dit wel heel kort eventjes uitlichten, want ik kreeg ook in de vorige webinars kregen we soms vragen van, goh, wat is nou eigenlijk de plek tussen Teams en de rest van Office 365 en mijn werkplek? En hoe zit dat nou eigenlijk precies? En we hebben het al heel veel over Teams gehad, maar nog niet zo goed gehad over wat zit daar nou eigenlijk in. Als ik dat wil uitleggen, wil ik eigenlijk eerst even uitleggen wat heel Office 365 is. En dan wordt Teams als het goed is wat logischer. Office 365 is een cloud product van Microsoft. En daar zitten heel veel diensten in die Microsoft aanbiedt. En die biedt dus aan SaaS. Dus die kan je helemaal in de browser doen. En al je data staat in de cloud. En je kan ook voor verschillende onderdelen kan je een programma downloaden op je mobiel of tablet of computer. En al die onderdelen zijn met elkaar verbonden. Dus dat zie je linksboven ook staan. Verbonden en een sterke zoekmachine. Alles wat er in Office 365 staat, gebeurt, gedaan wordt gemeten. Dat klinkt een beetje freaky. Dus een beetje zoals Google ook het internet de hele tijd meet. Dat doet Microsoft ook met het hele Office 365 platform. Alles is wel secure en GDPR en helemaal afgedicht en geanonimiseerd. Maar alles wat er gedaan wordt, wordt gemeten. En dat heeft een aantal voordelen, want je kan dan daardoor dus beter voorspellen, gedrag gaan voorspellen of voorspellen wat mensen nodig hebben. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld Delve. Delve is een dashboard van Microsoft waar je naartoe kan gaan. En die voorspelt voor jou welke documenten belangrijk voor jou gaan zijn, zonder dat jij wist dat die documenten belangrijk voor jou zijn. Dan doet het je aan de hand van collega's waar je veel mee communiceert, de documenten waar je aan gewerkt hebt, de agendaafspraken die je in je agenda hebt, de mailtjes die je hebt binnengekregen. En op basis daarvan maak je een dashboard waarop al jouw belangrijke documenten staan. Waarschijnlijk gaat Microsoft daar de komende jaren nog veel verder mee. En nogmaals, het is allemaal geanonimiseerd. Het is ook allemaal, het blijft binnen je eigen tenant. En het is allemaal om het de gebruikerservaring om gemakkelijker te maken. Dus niet voor marketingdoeleinden. Of het is geen Facebook, maar het is echt gewoon puur zakelijk. Maar je ziet dus heel veel verschillende onderdelen van Microsoft Office 365 die beschikbaar zijn. Hè? Dus bijvoorbeeld OneDrive voor je persoonlijke documenten. Je mail logischerwijs om te kunnen mailen met je kalender en je contactpersonen. Je hebt SharePoint waar je op kan samenwerken aan documenten.
Skype for Business sla ik even over, want die gaat eruit. Het hele Office pakket, zowel Office pakket in de cloud, dus dat je in de browser aan documenten kan werken, maar ook het Office pakket wat je kan downloaden. OneNote om documenten bij, aantekeningen bij te houden. Daar sla ik weer even een paar over. En Delve heb ik net al genoemd. Yammer om mee te kunnen converseren. Planner om taken in bij te houden. Power BI om data te visualiseren. Power Apps, waar we het al eerder over hebben gehad, waarmee je heel gemakkelijk applicaties kan maken, waardoor dus een bedrijfsproces heel erg gemakkelijk ondervangen kan worden. Projects online voor de echt complexere projecten. Dynamics om bepaalde journeys bij te kunnen houden. Dus bijvoorbeeld klanten en prospects en dat soort zaken. Maar bijvoorbeeld Heineken gebruikt het ook om alle bierleveranciers in Nederland bij te houden. En alle restaurants die ze hebben en alle cafés waar Heineken wordt geschonken en hoeveel er wordt geschonken. En die doen er dan bijvoorbeeld heel veel mee. Visio om bepaalde architectuurplaten te maken. Flow, waarmee je dus zaken kan automatiseren. Stream, een soort YouTube waar je documenten... een soort YouTube waarmee je video's kan plaatsen en kan delen met elkaar. En in Stream is wel interessant om te weten dat als je in Teams een vergadering opneemt, hè, elke vergadering die je plaatst, of alles wat je doet in Teams qua deelbellen of bellen met elkaar of schermdelen, kan je allemaal opslaan. Dus als je dat opslaat of record opneemt, dan wordt dat allemaal opgeslagen op Stream. En daar kan je terugkijken. En de rechten van die stream worden ook meteen aangepast aan de mensen die bij die vergadering aanwezig waren. Dus heb je met 10 mensen vergaderd en je hebt dat opgenomen, dan komt het in Stream te staan en altijd 10 mensen kunnen er meteen bij. En het is mogelijk om dit te delen met meer mensen binnen de organisatie. En je kan het ook weer kleiner maken. Dus het is een soort YouTube waar je filmpjes in kan plaatsen, maar het is ook eigenlijk de plek waar automatisch de vergaderingen van Teams worden opgeslagen als je een vergadering opslaat. En Microsoft is nu heel ver in het van speak to text door te voeren. Waardoor, en dat is nu voornamelijk nog voor de 10 grootste talen in de wereld. Bijvoorbeeld Engels kan je nu heel goed, als je een Engelse vergadering hebt, dat er automatisch een transcript voor wordt gemaakt. En die is zelfs zo sterk dat als je nu zoekt, en dan hebben we het weer over die sterke zoekmachine. Als je zoekt op een bepaald woord en dat woord is in een bepaalde vergadering gebruikt, dan komt die vergadering video dus ook weer terug in je resultaten. En als je daar dan op klikt, dan kom je precies in die vergadering op het moment waarop dat woord wordt gezegd. Dus behoorlijk krachtig. En dan staat daarnaast Teams. En die vind ik daar eigenlijk een beetje misplaatst. Maar zal ik zo even opkomen. Ik zie wat vragen voorbij komen. Ja, Ans die zegt... want ik moet nu dus alles in mijn eentje doen. Ans die zegt de onderdelen links alleen tegen extra kosten. Ja, er staat een dollartekentje bij. Er zitten een aantal dingen links. Dat zijn er nu 4 die extra kosten hebben. En dat zijn Power Apps, Projects Online, Dynamics 365 en Visio. Als je daar gebruik van wil maken, dan zit daar een extra licentiemodel voor. De rest zit allemaal al in je huidige licentiemodel. Dus dat zit er allemaal in. En als je dan kijkt naar Teams, dan is Teams een onderdeel van Office 365. Dus dat is ook een workload. Alleen waarom ik hem niet helemaal goed vind passen binnen deze ronde, maar zou ik hem er liever overheen leggen, als een schilder omheen, is omdat dit allemaal workloads zijn die je kan gebruiken. Je kan werken aan je mail, je kan werken in documenten in SharePoint, je hebt aantekeningen in OneNote. En Teams ligt daar eigenlijk als een soort raamwerk overheen. Dus Teams zelf heeft geen content in Teams. Dus als je zegt, ik sla een document op in Teams, dan sla je niet een document op in Teams, maar dan sla je hem eigenlijk op SharePoint of op OneDrive. Dus het is eigenlijk meer een doorgeefluik, een portaal naar heel Office 365. Microsoft heeft het ook ontwikkeld, omdat ze inmiddels zoveel producten op Office 365 hadden, dat medewerkers vaak het een beetje zoek waren naar wat staat nou waar en hoe werk ik nou waar samen en hoe gaat dat allemaal. En Teams is daarvoor de oplossing, dat het eigenlijk allemaal bij elkaar brengt en dat je vanuit één omgeving overal kan werken. Dus je kan vanuit je Teams, kan je bijvoorbeeld in je agenda, vanuit Teams kan je werken aan documenten in SharePoint, vanuit Teams kan je aantekeningen maken in OneNote, vanuit Teams kan je taken aanmaken in Taskers of in Planner, vanuit Teams kan je een Power BI dashboard weergeven, vanuit Teams kan je iets met Flow doen, vanuit Teams kan je dus opnames maken op Stream of kan je filmpjes laten zien uit Stream. Dus Teams is eigenlijk meer een platform wat alle data uit Office 365 voor jou visualiseert en weergeeft, en dat je erin kan werken, of dat jij dus in al die zaken
data kan terugplaatsen. Maar Teams zelf heeft niks. Zelfs de chats die je plaatst in Teams, die blijven niet in Teams staan, maar die komen uiteindelijk op de Exchange server te staan. Dus aan de achterkant van de mailomgeving. Dan heb ik ondertussen een vraag. Zit Visio en dergelijk in E3? Nee. Visio, Dynamics, Projects Online en Power Apps zitten niet in de E3 licentie. Dus als je een specifieke vraag hebt over hoe dat precies zit met de licenties, daar kan ik je zeker over bijpraten. Ik heb ook collega's die heel veel weten over licenties. Dus dan kunnen we heel goed met je meekijken naar wat kan er wel binnen je huidige licentie en wat kan niet. Maar ik denk dat het belangrijk is om even goed te weten. Misschien dat we hier nog wel een keertje een andere webinar over gaan doen over de rol van Teams binnen het hele Office 365 netwerk. En daar wil ik ook wat meer dieper ingaan op hoe je werkt in Teams in al die andere omgevingen. Maar ik dacht, ik wil dit toch eventjes genoemd hebben, omdat we hier de laatste tijd veel vragen over kregen. En wat het dus zo sterk maakt, is dat je dus binnen Office 365 dus heel veel verschillende workloads hebt die vroeger heel erg los van elkaar stonden. Hè? In traditionele omgeving had je een file server, je had een Exchange server, en je had weer andere servers waar weer andere data stond, bijvoorbeeld waar je video's stonden, en niks integreerde met elkaar. Dus alles stond los van elkaar. En binnen Office 365 is alles met elkaar verbonden. Dat hebben we ook gezien in de webinar met Daniel, met Flow en Power Apps. Kan je dus aan elkaar koppelen. Dan kan je dus aangeven dat als iemand in een bepaalde map een document plaatst, dat er dan dat het document als bijlage naar iemand anders gemaild moet worden met meteen de vraag, is dit goedgekeurd of afgekeurd? En als het goedgekeurd wordt in die mail, dus dat is gewoon een knop in je mail, dan wordt dat document ook automatisch in een andere map weer geplaatst of wordt weer doorgestuurd naar weer iemand anders. Dus omdat het allemaal met elkaar verbonden is, is het heel makkelijk om hele intelligente workflows te maken die je werkprocessen kunnen ondersteunen. Maar is dus ook veel makkelijker om bijvoorbeeld te zoeken. Dus als je nu in Teams zoekt, dan zoek je dus in je chats en in je documenten en in allemaal andere databronnen. En ik vermoed dat Microsoft daar nog veel verder mee gaat en dat je zometeen vanuit je Windows 10, als je daarin zoekt op een bepaalde term, dat je het doorzoekt door heel Office 365, dus ook in je mail, ook in je agenda, ook in je contactpersonen, maar ook in je document op SharePoint, ook in je document op OneDrive, ook in alles wat er op Teams gezegd is. Dus alles wordt dan doorzoekbaar. Het enige wat ze nu nog tegenhoudt is om een manier te vinden hoe ze dat logisch kunnen presenteren aan de medewerker, omdat het gewoon heel veel verschillende databronnen zijn en heel veel verschillende soorten datatypes. Soms is het een mailtje, soms is het een video, soms is het een chatbericht. Dus hoe zorg je nou voor dat mooi en duidelijk wordt weergegeven aan de eindgebruiker. Maar dat is zeker waar Microsoft heen gaat. Waar ze dus al best wel ver zijn. Dus eigenlijk krijg je dan de Microsoft 365 werkplek, waar je dus op elke device overal vandaan kan gaan werken. En dit Microsoft verhaal gaat natuurlijk voornamelijk over alles wat er vanuit de Microsoft wordt aangeboden. Dus dan heb je over dat je op elk device kan je werken aan je mail, aan documenten, in Teams. Je kan chatten met elkaar, je kan vergaderen met elkaar. Dus het hele Office pakket en het hele Office proces kan je volledig doen op een eigen device of op een laptop en dan gewoon lokaal daarop op werken. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal, want je hebt als organisatie heb je ook line of business applicaties. Dus hele specifieke applicaties die aangeboden moeten worden. En je wil ook veiligheid. Je wil ook voor zorgen dat als iemand dus op een laptop werkt en die persoon downloadt iets op die laptop, Dat dan misschien niet achterblijft of dat in ieder geval op een veilige manier gebeurt. Nou, daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Hè? Dus je hebt in het midden, heb je in dit plaatje dus die eindgebruiker die dus werkt op een device die op dat moment bij die persoon past. Dus dat kan een laptop zijn of een vaste computer zijn. Dat kan een Mac zijn of een Windows zijn. Dat kan een iOS zijn of een Android telefoon of tablet zijn. En het is belangrijk dat het dus beheerd wordt. Dus dat wordt beheerd vanuit de beheerorganisatie. En of het nou van de organisatie is of dat het een eigen device is. Je wil, zodra daar op zakelijke applicaties of data gewerkt wordt, wil je daar toch een mate van controle op hebben. En dat kan je bijvoorbeeld doen door Intune. En dan kan je kan het hele device in beheer nemen als het een device is van de organisatie. En dan doe je dat dus met mobile device management. Of je beheert alleen die applicaties als het dus op een device is van de medewerker zelf. Dus een laptop of een tablet of een telefoon. Dan kan je ervoor zorgen dat de applicaties die daarop gedownload wordt en de data die daarop gedownload wordt, dat je die goed in beheer gaat nemen.
En vervolgens kan je, dan gaan we rechtsonder, kan je dus ervoor zorgen dat je bepaalde applicaties kan aanbieden. SaaS-applicaties of legacy-applicaties, dus on-premise-applicaties. Die ervoor zorgt dat die ook zo worden aangeboden dat het ook op een veilige manier gebeurt. Dus dat als een medewerker daarmee werkt op zijn laptop, of die nou van het werk is of van zichzelf, dat hij daar de applicaties krijgt, hè, zoals Anders net al zei, hè, SaaS-applicaties, dat die goed worden aangeboden. Liefst ook met single sign-on, dus dat ze meteen zijn ingelogd. Maar ook dat er misschien multifactor authentication op zit, dat zodra die medewerker uitlogt, dat niet een zoon of een dochter ook in die applicaties kan. Dus je wil er wel voor zorgen dat er zeker omdat er veel vanuit huis gewerkt wordt, dat er extra veiligheidsdrempel is, dat je zeker weet dat de juiste persoon achter die computer zit. Nou, dus je kan legacy applicaties aanbieden vanuit Azure, waardoor je de applicaties ook als een SaaS kan aanbieden. En daarnaast kan Azure ook helpen om die, waar we het net al over hadden, de piek die we nu hebben in thuiswerken en de impact daarvan op de huidige resources en de resources die er daar bijna onder bezwijken, kan je natuurlijk voorkomen door Azure. Dus door bepaalde applicaties vanuit Azure aan te bieden of zelfs een bepaalde werkplekken vanuit Azure aan te bieden. Als je kijkt naar een standaard kantoorwerkplek, kan je dat als lokale werkplek aanbieden op een laptop, maar je kan ook een Windows Virtual Desktop werkplek maken, zodat iemand op zijn eigen computer kan inloggen op de bedrijfswerkplek, zonder dat hij in de huidige bedrijfsdatacenter staat, waardoor de bedrijfsdatacenter een beetje wordt ontzien. Dat is relatief makkelijk om te organiseren. En belangrijk is dat dus de CISO veel meer grip krijgt op die data en die werkplekken, en dat hij goed weet wat gebeurt waar en waar heb ik grip op. En ik denk dat zeker nu heel belangrijk is. Ik las laatst in de krant dat veel hackers nu hun kans schoon achten, omdat er nu al mas worden er verschillende thuiswerkplekken ingericht. Heel veel medewerkers pakken eigen tooling. Ik hoor heel veel mensen om me heen dat Zoom wordt veel gebruikt. Ook op de school van mijn kinderen gebruiken ze Zoom. Ja, en ik lees daar verontrustende berichten over de privacy policies. Ik heb er zelf niet heel erg diep op ingekeken. Maar ik heb er wel naar ze doorgemaild van jongens, kijk er wel goed naar uit wat je gebruikt als onderwijsinstelling. Want je wil niet extra risico's lopen in wat je medewerkers en studenten en leerlingen meegeeft aan systemen. Dus voor die CISO wordt het heel belangrijk om die in LRL thuiswerkplekken die ontwikkeld zijn, om die op die manier te kunnen beveiligen, dat hij daar grip op houdt, dat er geen datalekken of andere problemen zich voor gaan doen, en dat je aangevallen wordt als organisatie. Nou, wat je dan dus ziet, is dat je op 3-4 niveaus beveilig je eigenlijk die werkplek. Je beveiligt die werkplek met je identity, of iets met multifactor authentication, maar dat kan ook met een hard token zijn. En daarvoor zorg je ervoor dat als er op welk device dan ook wordt ingelogd, dat je zeker weet, deze medewerker werkt bij ons en we weten wie de medewerker is. En weet ook tot welke data en applicaties die persoon toegang heeft. Vervolgens kan je dat device beheren en kan je dus ook precies bepalen wat mag gedownload worden wel en niet. En mogen er screenshots genomen worden bijvoorbeeld. Dus je kan Teams zo beveiligen dat er geen screenshots gemaakt kunnen worden van wat je daarop ziet op een mobiele telefoon. Ik vind dat zelf persoonlijk super frustrerend. Wij hebben dat binnen Rapid Circle. En soms zit ik op mijn telefoon in een chat met iemand, wil er even een screenshot van maken om door te sturen naar een collega, omdat het een belangrijk gesprek is. En dat wordt dan gewoon geblokkeerd. Dus dat kan dan niet. En maar ook bijvoorbeeld uit je Outlook kalender kan je geen adres kopiëren om vervolgens in je Google Maps te plakken als je ergens heen wil rijden. Dat is allemaal dichtgezet. En dan kom je dus eigenlijk al op de applicaties beveiligen. Dat je het kan beveiligen wat er in een applicatie wel en niet mogelijk is. Zodat je ervoor kan zorgen dat bedrijfsdata en privédata heel goed gescheiden worden. En dat je ook dus voor kan zorgen dat als een device wordt gestolen of als iemand uit dienst gaat, dat je ervoor kan zorgen dat die persoon dus ook niet meer bij de data kan van het bedrijf. Dat kan per direct kan dat stopgezet worden. En dan kan er voorkomen worden dat er ook nog maar iets kan gebeuren op dat device. En als laatste kan je natuurlijk de documenten zelf beveiligen. Dus je kan ervoor zorgen dat documenten encrypt worden en dat die ook een beveiliging krijgen. En dat als een document dus via Dropbox of Box.com of via een mailtje of via een USB-stick op een andere laptop komt, en iemand anders wil het document openen, dat het document beveiligd is en dat hij eerst weer teruggaat naar die identiteit en dat hij vraagt, oké, maar wie ben jij dan precies? En als je dan dus niet Freek Terpstra bent, die werkt bij Rapid Circle, kan je niet bij dat document. Dus dat is dan uitgesloten. En dat kan zijn voor documenten die naar buiten gestuurd worden, maar dat kan ook binnen een organisatie zijn. Dus je kan je voorstellen dat onze CFO een document heeft opgesteld over budgetteringen die heel belangrijk zijn
maar niet voor alle ogen beschikbaar zijn. Dat hij daar een beveiliging op zet, dat alleen hij en nog een paar anderen hem kunnen zien. Mocht ik dan op wat voor reden dan ook dat document tot mijn beschikking krijgen, dan zou ik eerst mijn identiteit kenbaar moeten maken en vervolgens wordt er gekeken naar wat is jouw rol binnen de organisatie en heb jij vanuit de organisatie rechten op dit document. En dan zou dat meteen een no-go zijn. Dan kan ik daar dus niet meer bij. Dus op zo'n manier kan je dus die werkplek op verschillende manieren kan je dat beveiligen en beheren op verschillende niveaus. En je merkt dan al dat je eigenlijk je beheer-IT-organisatie anders ingericht wordt en dat je ook anders gaat kijken naar beheer. Dus je gaat eigenlijk van een traditionele IT-beheer naar een moderne IT-beheer. Dus wat we veel zien bij organisaties is dat ze afgelopen jaren hadden ze een redelijk traditionele omgeving. En we hebben hier heel veel verschillende organisaties bij elkaar, dus ik kan niet voor iedereen spreken, maar ik vertel even de ervaringen die ik zo links en rechts heb gezien. Vooral in de zorgonderwijs, gemeentes, zie je dat er vaak één soort device wordt aangeboden. Een thin client met een Citrix of VMware omgeving. Of via SSCM een specifieke laptop. Ja, die wordt uitgerold en tot in de dagen wordt dat systeem aangeboden. Alles is heel erg vanuit de ICT georganiseerd. Je hebt een bedrijfsnetwerk, veel met legacy applicaties. Veel zaken gebeuren handmatig. Heel veel updates worden handmatig ingepland. Heel veel patching wordt handmatig gedaan. Heel veel zaken worden handmatig uitgevoerd. Het is heel erg reactief. Dus als er vragen zijn of als er problemen zijn, dan worden ze opgelost. Maar omdat het zoveel tijd kost en zoveel werk kost, is het moeilijk om daar een proactieve organisatie van te maken, hoor ik van veel IT-organisaties. En veel draait op eigen datacenters, wat je natuurlijk zelf moet beheren, wat ook heel veel tijd kost en wat ook niet schaalbaar is. Dus als er ineens, zoals nu, een behoefte is aan een ander type werkplek, dan zo'n datacenter is vast. Je kan daar niet naar links, je kan niet naar rechts, je kan niet heel snel opschalen. Zeker nu de toestromen vanuit China van nieuwe hardware stagneert, is het lastig om datacenters snel even bij te prikken. Maar ook bijvoorbeeld andere type devices. Dus stel je voor dat je hebt een hele image gemaakt voor een heel specifiek device. Ineens heb je er 200 extra nodig. Ja, die zijn nu niet zomaar voorhanden. Dus je zit best wel vast in wat je nu kan leveren. Nou, als je kijkt naar de moderne werkplek, waar we nu over hebben, dan verschilt dat. Want die is beschikbaar op elk device. Dus een medewerker kan zijn eigen laptop pakken en kan door. Een medewerker kan naar de mediamarkt gaan en een laptop kopen, bij wijze van spreken, en die kan door. Je kan als organisatie zelf laptops bestellen en je kan weer door. En het is veel meer gebruiker georiënteerd. We horen veel organisaties die zeggen, nou, we gaan eerst goed na bij die gebruiker. Wat heb jij nou precies nodig om goed te kunnen werken? En dat gaan we je aanbieden. En zeker in deze tijden, nu het allemaal snel moet, wordt er heel erg geluisterd naar die medewerker. Wat heb jij nu nodig? Wat is het allerbelangrijkste dat jij aan de slag kan gaan? En dan probeer je dat zoveel mogelijk vanuit de cloud en SaaS aan te bieden, zoals Ans net al heel terecht zei. Want daarmee geef je gewoon heel veel flexibiliteit in hoe en waar er gewerkt wordt. En is het ook meteen een stuk veiliger om ermee te werken. Het voordeel van dit alles is dat je heel veel dingen geautomatiseerd kan doen. Wat we net al zagen met Flow en Power Apps. Je kan heel veel zaken in beheer kan je automatiseren. We hebben nu een organisatie waar we een nieuwe werkplek uitrollen. En we rollen 300 laptops per dag uit. En ook ongeveer 300 mobiele telefoons per dag. En als een medewerker uit dienst gaat, dan wordt die laptop, hoeft niet langs IT, maar de laptop kan op afstand ervoor zorgen dat hij weer helemaal klaar staat voor een nieuwe medewerker. En in principe, binnen een half uur nadat de medewerker komt, kan die medewerker in zijn nieuwe werkplek op de laptop gaan werken. En dat kostte dat zeker een week, anderhalve week, voordat het hele riedeltje gedaan was. De laptop werd gecontroleerd, werd leeggehaald, nieuwe image wordt ingespoeld. Nou, allemaal andere zaken, werd even neergelegd. Dus dat kost gewoon ongelooflijk veel tijd. Hierdoor kan je ook dus als organisatie een veel proactievere rol innemen. Dus je kan ervoor zorgen dat zodra een medewerker in dienst komt, dat de laptop al klaar staat. Of dat de laptop zelfs thuis wordt bezorgd met een strik eromheen, met een mooie kaart erbij. En dat de laptop medewerker inlogt en dat meteen alles al is ingericht en ingeregeld. En dat hij bijna niks meer hoeft te doen. En dat hij veel meer zelfredzaamheid heeft in wat hij wel en niet kan aanpassen. En dan kom je eigenlijk ook wel bij de self-service, dat medewerkers door de clouddiensten veel meer zelf kan doen. Dus, wachtwoord reset, zaken aanvragen, documenten en mappen met elkaar delen, bepalen welke applicaties je gebruikt. Ik heb een onderzoek gedaan binnen een universitair medisch centrum. En daar willen heel veel medewerkers gewoon een eigen PDF-reader gebruiken. Ja, dat klinkt heel onnullig. Maar in traditionele omgeving wordt er vaak één PDF-reader aangeboden en dat is het.
En je mag niks anders extra's in de downloaden. Maar voor iemand die dagelijks met onderzoeken bezig is over de hele wereld, ja, die wil gewoon zijn Foxit Reader of die wil gewoon zijn Adobe of andere die ze gebruiken, omdat ze daar makkelijk aantekeningen mee kunnen maken of dat ze daarmee makkelijk kunnen converteren of nou ja, je weet het allemaal niet. Maar zo bazaal kan het zijn dat een medewerker al heel blij is als hij gewoon zijn eigen programma's kan bepalen en ook zijn eigen inrichting van zijn werkplek. Dus wat doe ik op mijn bureaublad? Wat zit ik in mijn startpagina? Welke browser gebruik ik? Wat zijn mijn standaard tabbladen die opengaan als ik mijn browser open? Al dat soort zaken, dat is voor een eindgebruiker echt heel erg belangrijk, want het is toch de plek waar je het grootste deel van de dag in werkt. En voor de beheerder wordt het daardoor wel een stuk makkelijker, want je krijgt veel leuker werk. Want die medewerker heeft veel meer zelfredzaamheid, dus je kan veel beter zelf bepalen hoe die werkplek inricht en wat hij daarin wel of niet doet. En kan dus ook veel makkelijker zijn eigen zaken oplossen. Dus de beheerder krijgt veel blijere gebruikers, dus veel minder klagende gebruikers over, nou, ik wil dit programma installeren, of waarom kan dit niet, of waarom kan dat niet. Dus krijg je ook veel minder klachten en gefrustreerde gebruikers. En omdat het weer vanuit de cloud is, is er ook veel minder technisch beheer. Dus het is veel meer proactief en veel meer echt ondersteunen en luisteren naar die business. En aangeven van, oh oké, maar wil je dit? Nou, dan kunnen we dat en dat leveren. Ik had laatst sprak ik met een zorgorganisatie die nu Power Apps heel veel inzet voor de business. Dus elke vraag die zij krijgen van een gebruiker, dus als een gebruiker zegt, nou ik wil in Excel dit en dit, maar dat lukt niet. Het eerste wat ze doen is, zullen we even samen kijken of we er een flow voor kunnen maken, of dat we er een Power Apps voor kunnen maken. Want volgens mij doe je dit vaker, want het is al de derde keer dat je erover over belt. Dus op die manier kan je de organisaties echt helpen om efficiënter en leaner te werken. Dan krijg je dus veel minder saai werk, want je bent veel meer creatief bezig en veel meer mensen echt aan het helpen. En je krijgt daar complimenten over, tenminste dat hoorde ik bij die zorgorganisatie. En daardoor is het dus ook veel ben je als beheerorganisatie veel wendbaarder. Ik heb er nog twee andere zie ik staan. Eenvoudig beheer en die andere valt even bij mij weg achter mijn knopjes. En ik kan het zo wel weer eenvoudiger uitrollen is dat. Dus je kan die omgeving kan je veel makkelijker en eenvoudiger uitrollen en in beheer nemen. Ik ben benieuwd, is dit interessant? Heb je nog vragen? Zet het in de chat. Ik hoor graag van jullie. En die CISO waar we net al over hadden, die wil graag een veilige omgeving. En dat hoor ik ook van veel medewerkers. Ik heb best wel veel interviews gedaan met medewerkers. En die zeggen, ik ben heel bang dat ik iets verkeerds doe. Dus dat ik in Teams per ongeluk iets deel met een externe. Of dat ik iets openzet. Of dat ik iets doe waardoor we risico lopen. Of ik durf op sommige linkjes niet te klikken in de mail. Nou, Microsoft heeft daar heel veel tooling voor om ervoor te zorgen dat als je op een verkeerd linkje klikt, dat geen kwaad kan, dat automatisch wordt opgelost. Die categoriseert al mailtjes voor jou van pas op, dit mailtje dat klinkt heel erg als spam en kan zelfs de CISO of de beheerder daarvan van op de hoogte brengen. Wij krijgen bijvoorbeeld heel veel mailtjes naar dat onze financiële afdeling een opdracht krijgt van onze CEO met de vraag of ze even heel veel geld willen overmaken met spoed naar een bepaald rekeningnummer. En er blijkt dan toch altijd een extern iemand te zijn die probeert mailtjes zo te versturen alsof het lijkt alsof het van onze CEO afkomt. Nou, daar zijn oplossingen voor om dat soort zaken te highlighten. En die komen dan in een andere aparte map terecht en die kan je dan analyseren en goed naar kijken of dat echt zo is. Maar je kan dus ook bijvoorbeeld dingen doen met waar we het net al over hadden. Hè. We data beveiligen met encryptie, hè, waardoor je grip krijgt op data die ook buiten de organisatie leeft. Je kan het beveiligen met klassificatie. Maar ook alles wat er op Microsoft of op Windows gebeurt, kan je beveiligen met encryptie en met klassificatie en met Windows Defender. En je kan er dus ook voor zorgen dat als je toch geraakt wordt door ransomware, dat je weer teruggaat in de tijd, dat alle documenten weer teruggezet worden een paar uur terug, zodat die ransomware weer weg is. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om dat te beveiligen. En Microsoft besteedt ook uit mijn hoofd $1 miljard per jaar om hun platformen te beveiligen. Dus er kan eigenlijk geen on-premise omgeving kan daar tegenop om dat zo goed te beveiligen als dat Microsoft dat doet. En ze hebben ook een wereldwijd systeem lopen die continu aan het kijken is wat voor een aanvallen zijn er op onze omgevingen. Op dit moment is vooral identiteit heel hot. Dus ze proberen je identiteit te stelen. Nou, en, maar,
Multi-factor authentication is daar de belangrijkste voorwaarde voor om dat op te lossen. Maar Microsoft kijkt ook heel goed naar hoe proberen mensen dat. Hè? Met welke phishing mail proberen ze dat? Welke virussen proberen binnen te komen? En hoe kunnen we dat highlighten of flaggen of voorkomen? Als daar vragen over zijn, dan hoor ik dat graag. En er komt aan mijn hoofd vrijdag een webinar over security. Ik weet nog niet precies wat we daarin gaan behandelen, maar die gaat over security. Dus vind je dat een belangrijk onderwerp? Of heb je een CISO rondlopen die daar graag meer over wil weten? Nodig hem daarvoor uit. Dus eigenlijk, wat zijn de kansen uit de cloud? Hè? Dat is dus die migratie naar de cloud en de cloud first strategie. En dat dus alles veilig in de cloud staat, omdat je dus schaalbaar bent. Wat je veel ziet is dat veel organisaties SaaS-applicaties gaan en daarmee ook meteen de applicatielandschap consolideren. En daarmee doe ik mee dat veel organisaties hebben nu heel veel applicaties. En veel applicaties kunnen in de cloud gezet worden, maar heel veel applicaties kunnen ook samengevoegd worden. Dus dat één applicatie meerdere functionaliteiten kan herbergen. Dus heel veel organisaties zijn nu echt actief aan het nadenken over welke applicaties hebben we echt nodig. Want het kost toch allemaal geld qua licenties. Het kost geld in onderhoud, qua gewoon op de servers waar ze op draaien. Maar het kost ook geld voor de functioneel beheerder, technisch beheerder en al dat soort zaken. Dus we zitten heel erg te kijken naar kunnen we dit niet efficiënter en slimmer inrichten. Met misschien een klein beetje verlies van functionaliteit. Maar waardoor we wel als organisatie wendbaarder zijn. Nou, single sign-on is natuurlijk een hele belangrijke. Als je die identiteit goed georganiseerd hebt en je hebt ervoor gezorgd dat je met MFA zeker weet wie er aan het inloggen is, dan wil je daarna eigenlijk single sign-on aanbieden, want dan heb je gewoon een rechte lijn naar alle applicaties waar eigenlijk niet op ingebroken kan worden. En voor de medewerker is het heel fijn dat ze hem dus maar één keer hoeven in te loggen en vanaf dat moment overal kunnen werken. En dit kan je ook prima inrichten op een bring your own device. Dus ook als een medewerker op zijn thuislaptop werkt, kan je prima inregelen dat hij de eerste keer dat hij inlogt, dat hij even MFA moet doen met bijvoorbeeld een sms of een belletje of een token of een push-notificatie op de mobiele telefoon. En zodra ze dat gedaan hebben, kunnen ze in alle applicaties zonder nog een keertje hoeven in te loggen. Dus medewerkers zijn daar heel erg blij mee. En de vervolgstap is dan echt de integratie. Dus hoe ga je applicaties met elkaar koppelen, bijvoorbeeld met APIs en Flow, waar Daniel het van de week over heeft gehad. Dat je ervoor zorgt dat als er iets gebeurt in bijvoorbeeld Exact, zoals bij ons, dat er dan ook iets gebeurt in Teams. Dus dat is de volgende stap. En natuurlijk het overal veilig kunnen werken, waar we het net al over hadden met de security. Nou, wat zijn dan de voordelen op de langere termijn? Is dat je een aantrekkelijke werkgever wordt. Ik heb een project gedaan bij een verzekeraar die nog op Lotus Notes werkte. Nou, de interviews die ik daar had, iedereen begon over Lotus Notes. En dat er zo traag en oud systeem was. En dat ze hiervoor bij een andere organisatie gewerkt hebben, waar ze bijvoorbeeld modernere tools hadden, zoals bijvoorbeeld Microsoft 365. En Flow is hetzelfde als Power Automate. Sorry, ik gebruik nog vaak de oude term. Power Automate zou ik moeten zeggen. Hou me scherp, dank je. Maar dat is echt een drempel. Als je jonge mensen aan je wil binden, zeg tussen de 20 en de 40 jaar, en je hebt nog hele oude systemen draaien, dan ben je gewoon minder aantrekkelijk en mensen gaan dan bij je weg. Ik hoor bij veel gemeentes hoor ik daar ook veel klachten over, omdat ze daar nog best wel veel oude systemen hebben zitten. En oude werkplekken, dat ze het heel veel moeilijk hebben om jong potentieel medewerkers aan zich langere tijd aan zich te binden. Omdat ze gewoon niet efficiënt kunnen werken en niet op de manier kunnen werken zoals zij gewend zijn vanuit school om te werken en met andere mensen te werken. Nou, je wil natuurlijk een voorspelbare kostenmodel. Nou, zo'n cloud-omgeving helpt daarbij. Je kosten verlagen en je hebt meer grip op de kosten, dus je kan makkelijk opschalen. Maar je kan dus ook veel makkelijker afschalen, dus je bent veel wendbaarder. Dus zodra je iets geautomatiseerd hebt of geconsolideerd hebt, kan je veel makkelijker dus die kosten meteen afsnijden en heb je dus geen afschrijving meer. Nou, wat ik net al zei, Microsoft biedt een hele sterke security aan met heel veel verschillende security componenten op verschillende niveaus. En je hebt echt een platformgedachte. Dus je gaat eigenlijk veel meer kijken naar welke platformen gaan wij gebruiken binnen onze organisatie en wat kunnen wij allemaal doen op die verschillende platformen. En ik heb het vandaag logischerwijs voornamelijk over het Microsoft platform, dus Windows 10, Office 365, EMS, Azure. Maar je hebt natuurlijk ook andere platformen, hè? Hicks bijvoorbeeld van Chipsoft voor ziekenhuizen. SAP komen natuurlijk veel tegen als een groot platform. Citrix zou je ook kunnen zien als een platform. En dat kan elkaar ook allemaal
aanvullen. Dus wat je ziet is dat veel organisaties nu aan het kijken zijn naar hun moderne werkplek en kijken naar welke platformen gaan wij aanbieden en hoe vallen onze applicaties daar binnen en hoe gaan we de applicaties van daarop op aanbieden. En bij ziekenhuizen zie je bijvoorbeeld veel combinaties tussen Microsoft en Citrix of Microsoft en VMware. En in andere branches zie je bijvoorbeeld een grote combinatie tussen Microsoft en SAP. Dus dat platformgedachte, dat is wel echt een belangrijk, omdat je daarmee echt kan consolideren en kosten kan verlagen, omdat je gewoon meer op één platform doet, waar je de licenties al voor betaalt. Nou, hoe kom je dan bij zo'n moderne werkplek? Die vraag heb ik ook een paar keer gekregen afgelopen weken, in de mail en andere communicatie die ik met deelnemers had. Als ik heel kort hoog over kijk, dan doe je dat eigenlijk in een aantal stappen. Ik probeer in een klein schermpje wat ik heb die stappen aan te geven. Het allerbelangrijkste is die basis op orde. En die basis op orde hebben we nu met die versnelde teams uitrol een aantal organisaties heel snel en kort gedaan. Meestal duurt dat iets langer, omdat je daar wat meer tijd en aandacht voor wil hebben. Maar je wil de organisatie op orde hebben, dus de governance guidelines wil je hebben. Je wil de adoptie en communicatie gaan inrichten, het programma management, stakeholders erbij betrekken. Je wil dat die basis organisatorisch goed staat. Nou, dat is doordat iedereen nu thuis werkt, is dat ineens heel snel gegaan, want iedereen ziet de noodzaak. Stakeholders zijn er heel erg bij betrokken. En governance wordt wat meer naar achteren geschoven, dus die komt later terug. De techniek moet op orde zijn, dus je wil die identity, wat je net al zag bij die security, dus die identity is key, die bepaalt alles. En daarom moet die identity ook super scherp en strak en goed zijn. En dat die noodzaak is hiervoor nog nooit zo geweest. Dus je ziet bij veel organisaties dat ze daar wat op achterlopen. Dat er bijvoorbeeld verschillende AD's zijn of hele vervuilde AD-omgevingen. Dus Active Directory, dus waar je profiel en je gegevens worden bijgehouden. En in zo'n cloud-netwerk is dat key. Dat is het allerbelangrijkste om het regelen voor SSO, voor bij welke applicaties je kan, voor het hele identity and access management stuk. Maar ook dus voor devices uitrollen en het in beheer nemen van devices. Dus die identity is heel belangrijk. Dus daar beginnen we eigenlijk als eerste mee. Zodat je ervoor kan zorgen dat het klopt, dat die goed is. Dat die gekoppeld is bijvoorbeeld aan een HR-systeem. En dat er multi-factor authentication is ingericht. En daarna kan je gaan kijken naar de data. Dus welke databronnen hebben we? Waar gaan we dat laten? Hoe gaan we daarmee om? Dus een OneDrive migratie van de H-schijf of de I-schijf of welke schijf mensen ook hebben voor de persoonlijke documenten. De P-schijf kom je ook nog wel tegen. Naar OneDrive is een hele logische eerste stap, omdat dat één op één makkelijk door te vertalen is. En dat de medewerker al meteen heel veel waarde geeft, omdat ze vanaf dat moment al samen kunnen werken in documenten. Documenten met elkaar kunnen delen, documenten met externen kunnen delen. En dan meteen op een laagdrempelige manier de kracht van Office 365 zien. En je wil daarna ook meteen kijken naar modern samenwerken. Dus waar we het al over hebben gehad, over Teams en OneNote en Planner, maar ook de documenten op SharePoint opslaan. Dus hoe richt je dat in? Welke groepen maak je vanuit de organisatie? En dus ook meteen kijken naar veilig samenwerken met die data. Dus waar we het van de week ook al over gehad hebben, over klassificatie. Dus dat je als een document in een bepaalde Teams-omgeving wordt aangemaakt, dat die ook meteen een bepaalde klassificatie krijgt. Mag dit document straks met externe gedeeld worden, ja of nee? Mag dit met andere mensen uit de organisatie gedeeld worden, ja of nee? Dus die klassificatie van labels en daar eventueel policies aan hangen, dat gaat de komende jaren denk ik heel, heel erg belangrijk worden. Dat speelt al een paar jaar, maar je merkt nu dat daar nu steeds meer mensen dus lokaal werken en met elkaar werken, dat een grote vlucht gaat nemen. En daarna ga je eigenlijk echt naar de moderne werkplek en dan ga je echt innoveren. En dan ga je het hebben over single sign-on, ga je het hebben over de Power Platform, dus Power Automate, Vincent, in plaats van Flow, zoals ik net zei, inderdaad, dankjewel. Dus Power Automate, line of business applicaties voor SaaS'en. Dus dan ga je die hele werkplek ga je aanbieden. Dit is globaal in een paar stappen hoe wij veel organisaties de afgelopen jaren naar die moderne werkplek gehaald hebben. En door omwille van de tijd, doordat nu ineens heel veel mensen thuiswerken, zie je dat dit model een beetje veranderd is. Dat sommige dingen naar voren zijn gehaald en sommige dingen naar achteren zijn gehaald. En uiteindelijk zie je toch dat elke organisatie zijn eigen stappenplan hiervoor maakt. Dus dit is een globale, overzichtelijker stappenplan, maar je ziet dat elke organisatie maakt hier zijn eigen keuzes hoe ze dat doen. Dus sommigen zijn al heel erg ver aan het begin al begonnen met line of business applicaties voor SaaS'en of single sign-on aanbieden.
Maar schuiven bijvoorbeeld dat hele teams hebben ze bijvoorbeeld heel erg ver naar achteren geschoven. Tegenwoordig, de laatste paar weken, zie je juist andersom. Dat juist dat Teams en de OneDrive enorm gepusht wordt en dat Identity neerzetten. En dat alles wat even kan wachten, dat naar achteren wordt geschoven. En dan krijg je dus, en dit plaatje hadden we net ook al, dus dan krijg je die moderne werkplek vanuit Microsoft aangeboden. Die alles vanuit Microsoft goed biedt, maar die dus als extra component ook je hele bedrijfsnetwerk goed kan ondersteunen en aanbieden. En dat je dus ook op je line of business applicaties kan werken. En dat er dus ook gecommuniceerd wordt met die line of business applicatie. Dus dat het niet alleen maar een Microsoft verhaal is, maar dat Microsoft dus ook het olie tussen de verschillende applicaties is. De communicator tussen die verschillende applicaties. En Microsoft is daar op corp niveau mee bezig. Dus die zijn echt mee bezig. Hoe zorgen we ervoor dat ons platform open staat voor bijvoorbeeld SAP. Open staat voor Citrix. Open staat voor VMware. Open staat voor Google. Open staat voor Apple en dat ze dus echt data integraties mogelijk maken en dat ze dat op dat niveau al regelen, zodat je in Nederland dat allemaal niet meer zelf hoeft te ontdekken en uit te vinden, maar dat op standaard geregeld is. Dus wat zie je dan als lange termijn business values, hè? Dat is dat je als je naar de cloud gaat, dat je veel minder gaat naar korte ontwikkelcycli. Dus in plaats van hele langere projecten over meerdere jaren. Hè, wat we nu hadden, hè, dat je een werkplek inricht voor 6 jaar. Helemaal vastgetimmerd. Dit is hem, niet meer aankomen. Dat je veel flexibeler wordt in welke werkplek bied je aan. En dat kan dit jaar, kan dat bij wijze van spreken Dell laptops zijn. Met Office 365. En volgend jaar kan het zomaar ineens HP zijn. En misschien met een groot component SAP of Hicks of iets anders. Je bent veel flexibeler in hoe je die werkplek inricht en hoe je die ontwikkelt. Veel meer agile. Dus je hoeft hem ook niet meer in één keer helemaal in set and stone te ontwikkelen, uit te denken en met alle scenario's rekening te houden. Maar je ziet nu juist dat veel organisaties heel klein beginnen voor een kleine groep. Kijk, dat doe ik zo, met een kleine groep. En dan steeds verder uit gaan bouwen. Dus je begint met een paar medewerkers of met een bepaalde makkelijke groep. En dan ga je naar de volgende groep. En dan ga je naar de volgende groep. En die werkplek die groeit uiteindelijk mee. En iedereen krijgt de werkplek die nodig heeft. En een belangrijk verschil is natuurlijk OPEX versus CAPEX. Dat je in plaats van langere termijn investeringen over heel veel jaren heen. Dat je veel meer gaat naar elke maand subscriptiemodellen. Die met je meegroeien. Waardoor je geen afschrijvingen meer hebt. En dat het hele afrekenmodel anders is. Wat voor vooral overheden nog wel eens lastig zijn, want die zijn natuurlijk extreem georganiseerd rondom die langere termijn afschrijvingen en grote aanbestedingen. Dus we merken dat soort organisaties daar echt moeite mee hebben om dat goed in invulling te kunnen geven. Nou, dat is mijn verhaal vandaag over de werkplek en waarom dat juist nu belangrijk is. Ik ben precies binnen de uur gebleven, dat is dan toch wel weer mazzel. En ik heb dit is voor het eerst dat we dit doen. Ik heb een poll nu neergezet. Volgens mij heb ik hem nu een beetje weer gedeeld. Kijk, ik zie mezelf nu niet. Dat is een beetje raar. Kijk of ik dat nog een keertje kan doen, poll. Nee. Zien jullie een poll? Even kijken. Want ik ben namelijk benieuwd, wat vonden jullie van deze webinar? Dat willen we eigenlijk vanaf nu altijd gaan doen. Ik zie hem hier. Ah ja, de antwoorden komen binnen. Dankjewel. Dus we willen eigenlijk aan het eind van elke webinar willen we gaan vragen, wat vond je van dit webinar? Want we zijn gewoon benieuwd, schieten we raak of soms zit je er misschien net naast en dan moet je iets anders, anders had je iets anders moeten gaan vertellen. Maar ik zie nu uit de resultaten, ik heb er nu 70 te pakken, want ik zie nu dat die op private staat, dat veruit het hoogste 4 en 5 sterren geven. Dus dank jullie wel daarvoor. En we hebben nog 2 minuten, dus als er nog specifieke... Er staat een post zichtbaar. Ja, perfect. Als er nog specifieke vragen zijn, dan beantwoord ik die graag. Ik kan me voorstellen dat dit heel erg interessant is voor jullie. En ik zit heel erg na te denken over hoe kunnen we jullie nou hiermee helpen. Want ik merk in de gesprekken die ik na afloop heb met jullie, dat jullie allemaal vragen over hebben. Maar het lukt ons niet om daar nou een model voor te vinden hoe we jullie hier gestructureerd mee kunnen helpen. Dus ik hoor dat graag van jullie als jullie zeggen, nou, zou je eens een keertje een uur 1-op-1 met mij hierover willen praten, om te kijken van wat betekent dit nou voor onze situatie? Zet dan even ja in de comments, dan neem ik contact met je op en dan zorg ik ervoor dat een inhoudelijke consultant echt even met je hier doorheen loopt en met jou de specifieke vraag kan beantwoorden. Bijvoorbeeld omdat het in jullie huidige omgeving niet kan, of dat je problemen met infrastructuur, of dat er andere vragen zijn.
Dus zet ja in de comments als je één op één hier even over wil sparren met één van ons. Ja, Vincent die zegt, dat is een hele goeie. Die zegt, ik zie grote overeenkomsten tussen ITTT. Ik ken hem anders. If this, then that. Ja, ik ken die tool. Ik heb jarenlang, toen ik nog niet voor Microsoft Partner werkte, werkte ik voor een online bureau die zo'n beetje alles deed. We deden ook Dropbox en dat soort zaken. En toen heb ik heel veel met if this, then that gedaan. Klopt, ja, je hebt gelijk met ITTT. Dat klopt, het lijkt heel erg op elkaar, behalve dan dat if this then that is een publiek applicatie en alle data gaat via Amerika en Power Automate is vanuit Microsoft, dus is echt corporate, dus ik zou if this then that niet zo heel snel corporate inzetten voor een grote organisatie. Power Automate is echt vanuit Microsoft en Power Automate kan je ook best wel veel dingen nog extra toevoegen qua scripting. En heb je veel meer grip op wat er mee gebeurt. Vincent, ik wil je adviseren om de webinar van Daniel terug te kijken. Dat was volgens mij uit mijn hoofd afgelopen maandag. Ik ben even de dagen kwijt. Dus als je naar rapidcircle.com/webinars gaat, misschien kan René dat er even inzetten. Dan is die. Oh, was gisteren. Ja, dankjewel René. Ik ben hem even helemaal kwijt. Misschien kan René even de link naar de webinars erin zetten. En Vincent, dan kan je die van gisteren terugkijken. Want die laat heel goed zien hoe je met Power Automate processen kan optimaliseren. Ook met applicaties buiten je eigen omgeving. Dus buiten de Microsoft-omgeving. Dus bijvoorbeeld Exact. En hoe je daar APIs mee kan configureren. En dan zul je zien hoe ongelooflijk krachtig Power Automate is. En hoe meer het kan dan if this then that. Ja, precies. Maar ja, hij is dus terug te kijken. Dus je kan hem terugkijken. Ons typ ik mezelf wel eventjes nu www.circle.com/webinars. Hij was van gisteren. Als hij nog niet op staat, dan zal hij binnenkort er snel op komen staan. En stuur me dan even een berichtje. Zoals altijd, je kan bellen met thuiswerken@rapidcircle.com of bellen naar 0880566105. Dat als je een specifieke vraag hebt, dankjewel Marcel. En een belangrijke mededeling, morgen hebben we geen webinar. De persoon die we voor morgen hadden gepland staan, die is onverhoopt niet beschikbaar. Dus we konden op zo'n korte termijn niet het programma over laten nemen door een collega, want iedereen is hartstikke druk. Dus morgen even geen webinar. Je krijgt ook allemaal nog een mailtje over, maar dan weet je dat alvast. Vrijdag wel. En volgende week is het Pasen natuurlijk. En volgende week gaan we naar 3 webinars. Dus volgende week is het dinsdag, woensdag, donderdag. Mocht je nou specifieke vragen hebben of onderwerpen die je interessant vindt, laat die even achter in de comment hier rechts. Ik zal de sessie nog even een paar minuten openlaten. Maar dan zet er even neer als je een hele specifieke vraag hebt wat je interessant lijkt voor een verdere webinar. En dan wil ik bij deze af gaan sluiten en jullie allemaal ontzettend bedanken voor de aandacht. En dan hoop ik je vrijdagochtend weer te zien uit mijn hoofd. Dankjewel.